Next Level Minecraft. Ik ben Sam en vandaag gaan we lekker verder met de Minecraft Custom Map Arkaika. En vandaag gaan we lekker verder waar we gebleven waren. Doe natuurlijk een duimpje omhoog voor meer van deze serie. Als je het leuk vindt, vorige aflevering hadden we 70 duimpjes mogen weten halen. Laten we kijken wat we het weer kunnen halen. En laten we maar gelijk gaan beginnen. Ik had even een ideetje, want in de vorige aflevering hadden wij dus deze dingetjes gevonden. En daar kunnen we natuurlijk ook dingetjes van maken, zodat we dingetjes kunnen maken. Goed zo, Sam. Ik bedoel, we kunnen daar armor van maken, want er zit hier ergens een... Hebben we hout om een crafting... En dit bed kunnen we dat ook meenemen. We hebben geen hout om een crafting table te maken. En je mag ook geen blokjes breken, dus... Eigenlijk hebben we er niks aan. Maar goed, dat is... fuck dat. We gaan wel lekker verder. Maar gebleven waren. Dus we moeten eventjes hier omhoog. Ik weet niet wat we precies met die blokjes moeten gaan doen. Oh, dat kan natuurlijk ook gewoon zo. We hebben natuurlijk al... Wauw, ik ben echt dom. Ik zeg net, we hebben niet genoeg hout om een crafting table te maken. En dan kijk ik ook letterlijk in een crafting table. Terwijl die gewoon hier staat. Zo. Laten we daar even armen van maken. Dat is dat. Is dat. Is dat. En... Dit helmpje is dat. Dat is toch veel beter. En dan doe ik dit eventjes in de ender chest. Voor het geval dat we doodgaan. En we hebben dit nodig. Dit ook. Dan hebben we dat. En dit ook. Nou, ik neem de helft al mee. Misschien hebben we dat nodig. En dit, nou, dit hoeven we niet mee te nemen. Dat is een voorspelling. Voor de rest, ja, dit. Dit is allemaal gewoon goed. Als je alles ordenen, dat vind ik wel chill namelijk. Ik vind altijd, als ze maar als ordenen zo, dan vind ik altijd veel chiller dan... Zeg maar eten bij... Waarom kan je dit niet? Peppered steak en steak. Oh, wauw. Dat is wel leuk gedaan aan de map. Dat ze die dingen hebben veranderd. Maar in ieder geval, we gaan lekker ver verder waar we graag gebleven waren. Dus ik ga je lekker weer omhoog waar we waren. We hebben genoeg eten. We hebben een golden apple. Apple of desperation. En we hebben een bottled regeneration. Dus ik denk dat we misschien wel wat eindbazen moeten kunnen gaan verslaan hier ook. En ik mag geen blokjes breken. Dus dit is eigenlijk wel irritant. Oh. Dit is... Een beetje parcours hoe ik het allemaal moet gaan volbrengen. Maar we zijn er boven. En we gaan, ik denk, ver omhoog daardoor. Of hier moet wat zijn, dat kan ook. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zie er wel lava, zag ik al. Zie je wat? Nee, het lijkt er niet op. Oké, daar is een gouden blokje. We weten in ieder geval dat we naar de gouden blokjes heen moeten gaan. Dus ik denk dat we eerst moeten kijken of hier een gouden blokje is. Zodat we die natuurlijk niet over het hoofd kunnen zien. Oeh, what the fuck is dit? Oké, dat is gewoon een weg naar beneden. Oké. Die kunnen we wel gebruiken misschien. Ik moet wel een beetje eten, zie ik al. Natuurlijk moet ik ook even op mijn eten letten. Want ja, als dat niet goed gaat, dan gaan we ook gewoon dood. En dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Maar we gaan even kijken of we hier omhoog kunnen. Of hier wat... nou ja, we kunnen wel omhoog. Of kijken of hier nog wat goud blokje op zit. En als dat niet zo is, dan gaan we lekker naar beneden. Want daar zie ik al wat. En daar zie ik ook al wat. Dus we zien al veel dingetjes. En ik vind deze map tot nu toe ook al echt heel erg leuk. En kijk. There are several small peaks that make this grand mountain. Seen as a landmark for miles, Cluster Peak has been a destination spot for many who come to this land. Oké, dus dat is gewoon iets wat we hebben gevonden. Zie je ook hier rechts in beeld wat we allemaal gevonden hebben. We hebben Hagrid's Bradder gevonden, dat is het huisje. Lyra's Treasure. Oh, dat was dus achter de waterval. De grootste toren en de klokkentoren hebben we al gevonden allemaal. Allemaal super nice en aardig. Dus ik ga niet risky doen om hier naar beneden te springen. Ik ga gewoon rustig naar beneden. En ik denk dat we gewoon... Het doel van deze map is om alle dingetjes te ontdekken. Die daar rechts aangegeven zijn. Ik denk dat dit een soort van duikplan moet voorstellen. Want ik spring gewoon naar beneden. YOLO! Hey, oké. Mooi, hier zijn we dan. Oh, ik mag geen blokjes breken. Ik vind het wel een beetje stom als je geen blokjes mag breken. Want dan moet je de hele tijd alles moeilijk doen. En dit is... This area, even during storms, seems to stay relatively calm. Wat is dit? Dit is niks. Nou, dit was helemaal niks dus. Oh, dat is jammer. Oh, dat is ook wat. Of is dat niet? Is dat een groot blokje of is dat zand? Ik kan het even niet goed zien. En als... Nee, dat is gewoon zand. Oké. Zit hier wat op? We moeten gewoon even alles onderzoeken hier, oh. Ja, hier is ook niks. Oké. We hebben trouwens nog wat andere shit. Want ik ben... Oh, we hadden ook nog een diamond pickaxe of zwaard kunnen maken. Ja, pickers, ik denk, we mogen geen blokjes breken, dus ik denk pickers niet zo slim. Daar zit een gat in de muur, misschien kunnen we daar wat in vinden. En misschien gaan we ook eens wat krijgen aan dit zwaard, want ja, het is wel een heel goed zwaard. Dus ik denk dat we misschien daar ook later wat mee moeten doen. En we kunnen ook vissen met dit dingetje hier ook. En het wordt al nacht, dus het is een beetje kut dat het al nacht wordt. Even kijken. Er zit alleen iron, oké, hier hebben we niks aan. De iron hebben we ook al genoeg. We hebben iron armor en zo, dus het maakt op zich niet zo heel veel uit. En dit maakt ook niet uit. Oh, moet ik het wel eventjes net jullie niet gaan oppakken. Maar ik heb een bed, dus ik ga even slapen, denk ik. Ja,
Ik ga slapen. Dus ik zie jullie als ik wakker ben. Oké, ik ben wakker. Dat duurt lang. En we gaan even kijken wat lava of daar wat is. Ik zie daar een gaatje. Misschien moet ik daarin. Het is niet echt duidelijk waar je heen moet in deze map. Maar dat is denk ik ook wel het aspect hier. Dat je alles zelf moet ontdekken. Hier moet kunnen we doorheen. We hebben geen kool, dus het is een beetje donker. Beetje boel. Maar ik zie niets hier wat echt heel bijzonder lijkt. Waarschijnlijk is het gewoon helemaal niks. Oké, hier loopt dood. Gaan we kijken of hier wat is. Ik pak me zwaar bij de hand voor het geval dat er mobs zijn. Zat u wel eens op normal? Ja, hij staat op normal. Want ik dacht, ik kom helemaal geen monsters tegen. Ik weet niet of het aan de map ligt of... nou, is er niks. Ik weet niet of het aan de map ligt of dat zo is, maar... Ik kom geen monsters tegen in ieder geval. Dus ik weet niet hoe dat zo zit. Maar we zijn in ieder geval bijna buiten. Ja, hier kun je trouwens nog omhoog, maar ik weet niet hoe we dat moeten flikken. Dus ja. Ja, hier is weer de lava. Ik weet niet of we mochten blokjes plaatsen. Dus als ik het gewoon zo doe, dan kunnen we hier omhoog. Misschien is hier wel wat, hè? Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Ja, en hier is helemaal niks. Oké, ik denk dat we maar terug moeten gaan. Want waarschijnlijk was bij dat eilandje. Of nee, eilandje was het niet echt. Trouwens, we moeten ons bed ook weer meenemen. Even, het is goed dat ik weer terug ga. Maar bij die berg daar ook. Ik denk dat we daar verder moeten gaan. Want hier is volgens mij echt helemaal niks. Ik denk ik dan, hè. Ik had ook fout hebben, maar... misschien hebben jullie al deze map een keer gespeeld. En laat achter in de comments of ik het wel goed doe. Waarschijnlijk heb niemand deze map gespeeld. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat denk, maar... Ik heb nooit gezien op YouTube of zo. Nooit... voorbij zien flitsen als het ware. Oh, sorry, microfoon. Ik heb nooit voorbij zien flitsen of wat dan ook. Dus ik ga gewoon lekker hier verder. En misschien vind ik dan wat. Want ik zag daar ook al wat. Daardoor zag ik in de verte ook al daar wat. Dus daar ga ik natuurlijk eventjes heen. Oh, je bent cool. Oké. We moeten proberen een beetje weer omhoog te gaan parcouren. Met onze jump skills die we eigenlijk helemaal niet hebben. Maar ik weet niet waarom ik dat zeg. Omdat we dat eigenlijk wel gewoon hebben, weet je wel. Maar oké, ik stop erover. Hier was dat ergens. Ja, daar was ik ook niet goed. Ja, ik zie het wel. Ik zie wel veel koeien hier, zeg. Oh, kijk. Once a thriving forest, of thriving, ik weet niet hoe dat zegt. This area has so lost of a lot of its original grandeur. Some think it is from the inhabitants here with others. While others think there are many... Let me on mijn Engels, mensen, sorry. Think there may be a more secret reason. Oh, and we can't forget the spider infest. Oh, spinnen. Zit die spinnen waarschijnlijk of zo? Ik heb niet echt het beste Engels van wat er is. Maar hier, dit ziet er interessant uit. Dit ziet er interessant uit. Oh. Nou, het ziet er zeker interessant uit. Zit hier wat nog? Ik denk dat we misschien die berg op moeten daar ook. Lijkt me wel een beetje logisch namelijk. Maar ik ga even kijken of hier wat is. Waarschijnlijk gewoon niks. Nee. Nou, ik ga even die berg op. Misschien is daar wat. Maar dit ziet er interessant, uit. Maar het is onbekend wat dit is eigenlijk. En mensen hebben verschillende meningen over wat hier is gebeurd. En hoe dit komt, zeg maar. Dat stond er in dat stukje tekst. Sommige mensen denken dat het van de inwoners is. Sommige van de spinnen of zo. En ja, het is een beetje... Deze wereld is een beetje vaag, heb ik al begrepen. En ja, ik weet niet echt hoe het allemaal zit en zo. Zelf vind ik altijd wel leuk om mijn verhalen echt in de... bij spellen echt in de storyline te gaan. Dat vind ik altijd wel echt het leuk... een van de leukere dingen aan games. Met een sterke storyline. Vind ik het... automatisch ook veel leuker. En daar is mijn moeder, dat zie ik al. Misschien kan ik hier omhoog. Ja, ik kan hier omhoog. Oké, misschien ziet hij wat. Ik hoop het namelijk wel. Oh, ja, er is wat. This mountain... Oh, wat hebben we... What the fuck is dit? Een clue? Huh? This mountain ends with a jagged cliff of hence... Cliff hence the name. This has been the site of many deaths. And therefore is haunted... The rest of the eternity. For the rest of the eternity. Only time will tell of the lives of those who were once here. Moet ik het neerzetten of zo? Oh. Only God can destroy the world. Only God can destroy the world. Wat hebben we hier aan? Ah! What the fuck? Kijk dit dan! Wow. Maar wat de... Hell.
Voor fuck's sake, ik snap helemaal niks van. Dit is een beetje... Dit wordt toch geen eng te worden? Nee hoor, natuurlijk niet. Maar ik, volgens mij is het echt... ik had die andere clues bij moeten pakken. Want dan kunnen we... ja, weten wat hier echt allemaal aan de hand is. Ik ga verder, ik zie daar ook al wat. Maak zo mijn dingetje kapot. Mijn ding. Er zit lure 2 op. Zullen we eens een keer gaan vissen? Ik ga een keer 1 keer vissen. Misschien krijg ik wat. Nee, ik moet wel even goed in het water. Even vissen. Kom op. Ja, ja. Ik zeg druppeltjes. Ja, 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 ja. Ah, visje. Jee, eten, gratis. Je weet het zelf. Tjeboei, gratis eten. Je weet het zelf. Oké, sorry, dat doe ik. Oh, maar hier is de wereldborder. Maar daar is toch wat? Nee! Stupid border. Let me through. Let me through, Joren. Nee! Zij voor, hè. Ik en die koe waren verliefd en we konden niet elkaar bereiken. Hoe zielig zou dit zijn dan? Is dat niet wat? What the fuck? Wat zit daar in de lucht dan? Het is gewoon... Ze willen ons gewoon nieuwsgierig maken, maar we kunnen hier niet langs. En wat is dit? Oh, oh, oh. Oh ja, tuurlijk. De wereldborder gaat hier gewoon lekker verder. Ja, 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 ja. Ze hebben het gewoon gehad. Ze hebben het gewoon gehad met mij. Jongens. Ik zit vast. Jongens. 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 Ik zit hier... Ik moet een blokje breken. Ik moet een blok. Oké, sorry, spijt me. Ik zet me gelijk weer terug. Oh, dat kan niet in één keer. Boeien. Fuck you, game. I have my own rules. Maar we gaan langs de border. Misschien is hij wat bij de border. Zo in ieder geval een varken. De grot. Ik heb het idee dat in die grot helemaal niks is, eigenlijk. Nee, hier is ze. Die grot zijn gewoon, hebben ze niet. Hebben de mapmakers het niet zelf gemaakt, maar die zijn gewoon random gegenereerd. Dus ik denk dat ze daar niet echt iets in hebben gedaan. Dus ik kan een waterval. Ik weet eigenlijk niet wat we verder moeten doen. Ik zit een beetje te kijken, een beetje rond te durpen. Is hij me rolling? Oh, ik zie hier al wat. Ik weet niet of dit interessant is. Oh, hier zit ook al wat. Maar dit is sowieso niks. Of wel misschien. Zou het iets zijn? Zou het iets zijn? Zou het iets zijn? Zou het iets zijn? En het is weer niks hoor. Oh, en dan gaat weer nog een grotgeluidje komen. Waar ik dus geen zak aan heb. Maar we moeten dus nog een airship hangar vinden. Een hidden chest, lava mines, Silas Moreau zelfs, die iets wist. En een used cave en een swamp visitor. De swamp hadden we gezien, jongens. Weet je wat dat betekent? De volgende aflevering gaan we naar de swamp. Oftewel, hierbij eindig ik deze aflevering. Mensen, ik hoop dat jullie het weer een leuke aflevering vonden van Minecraft Arkaika. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Wil jij meer van mij zien? Abonneer ook even op acceptabel kanaal. Link zal hier in de beschrijving staan. En ja, ik zeg gewoon altijd, later mensen.